De Brusselse cat Jean-Baptiste Frederik Isidor Tielemans, maar iedereen kent hem als Toets, is op 94-jarige leeftijd overleden. Tielemans was wereldwijd gekend bij jong en oud door zijn muziek die hij speelde op de mondharmonica. Tielemans is geboren in de Brusselse volkswijk De Marolle. Hij speelde al vanaf zijn derde jaar accordeon. Op zijn 17e ontdekte hij de mondharmonica en speelde daarnaast ook gitaar. Tielemans raakte tijdens de Duitse bezetting in de ban van de jazz. In 1951 maakte hij als gitarist deel uit van de begeleidingsband van de Belgische zanger Bobby Aanschoepen. In 1952 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij in de band van Charlie Parker en het quintet van George Shearing speelde. Hij heeft daarnaast ook samengewerkt met andere grote namen zoals Benny Goodman, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Bill Evans, Billy Joel en Paul Simon. Hij wordt algemeen ook erkend als een van de grootste jazzmuzikanten. Toets is ook te horen in heel wat filmmuziek en generieken van televisieseries zoals Wietse en Het Nederlandse Baantje. Wie kent niet het wijsje uit Turks Fruit of de melodie van Zware Jongens met Gaston en Leo? Tielemans trad meermaals op in Antwerpen, waaronder op het jazzfestival Jazz Middelheim, waar hij een graag geziene gast was. Zelf op de keren dat hij niet geprogrammeerd stond, was hij te zien op het podium. In 1985 en 25 jaar later, in 2009, stond Toets Tielemans in het Sportpaleis tijdens de Night of the Proms. In 2009 sprak reporter Thibaut Weewouters met Tielemans. Toets Tielemans, het is voor mij in de eerste plaats al een hele eer om naast u te mogen zitten. Bedankt. Ja. Ja. Soms heb ik liever het woord plezier als eer. Plezier wel. U bent eigenlijk degene geweest die mee de Night of the Proms toch een fantastische naam heeft gegeven. In 85 stond u op de Proms en nu 25 jaar later staat u er opnieuw. Ja, mijn carrière is altijd Proms hier en ik daar en zo. Het is... But the two rivers meet sometimes. Hè? En ik heb in mijn jazz... De jazzmuziek blijft mijn kern. Dat is Afro-African-American music. That's all my black friends. Oh, you're with the dirty words, of course. En maar sommige... Bijvoorbeeld, ik heb twee keer met Louis Armstrong gespeeld. Als hij nog leefde. En nu is dat lied, dat thema, dat... What a wonderful world. And I said to myself. En ik heb met hem zo gesproken. Dat was 1955. Dat is al bijna 55 jaar geleden. How you doing? You know, zoiets. En het thema en Louis zelf. Maestro Armstrong zelf. Dat was nog mijn guru. En dat viel oprecht ook natuurlijk in de richting, de muzikale mogelijkheden van de Proms. U gaat nu echt... Rosette is een soort Brabantsonneke geworden. Dat is het melange van mijn jeugdmuziek, accordeon, de musette-muziek en de blues. Ik moet zeggen, ik hoor daar eigenlijk direct ook al een stukje in van die Zware Jongens van Gaston en Leo. Ik heb dat vergeten. Ja, het zit in die genre. Nee, dat is Turks Fruit. Hè. Dat is Turks Fruit, ja. Ja, maar ik heb een beetje herinnerd. Zeg, wat betekent nu eigenlijk die Night of the Proms? Wat betekent dat, de Night of the Proms? Betekent? Ja, het is een heel hoog niveau professionele voorstelling. En het werd goed gedaan. En met het publiek
En ook niet alleen het publiek, de centen en zo, hoeveel komen er, hoeveel platen worden verkocht. Maar die mensen zijn natuurlijk, ze doen het niet voor niet. Maar het is it's a beautiful example, mooi voorbeeld, dat met goed werk en verstand er iets kan gebeuren. En misschien ik in mijn maniertje. Er zijn veel muzikanten of artiesten, ze hebben een hit. En dat is zo. En een jaar later, niks meer. Hè? En, maar ik ben nooit zo geworden, maar toch altijd een beetje, I keep going on, you know. En ik heb met bijna iedereen gespeeld, even John Lennon had hem een foto van mij gezien had, waar ik een soort rockgitaar speelde. En ik heb zo ontmoet de Beatles de eerste dag dat ze in Amerika waren. Op de Ed Sullivan Show, hè? De tv-show. En ze waren in de Hotel Plaza. En ik moest mijn gitaar, ik speelde de gitaar. En de manufacturer van de gitaar zei, hey, there is this group, de Schmittels. Nee, ze waren nog niks bekend, ik kende ook niet. Ja, en John Lennon zei, oh, you're the guy. Hij had die foto gezien. Hij zei, hey, I want to buy that guitar. En dan was hem nog kleintjes, hè, in 55. Toets, ik heb gelezen dat jouw mondharmonica altijd op jouw nachtkastje ligt. Ja, nu een beetje mijn iPhone ook. Een telefoon, mijn computer, dat is mijn vrouwke die dat. Hier is mijn vrouw. Hallo, mami. En hier is mijn nachttafel. En ik heb... Dat is mijn telefoon. Dat is je telefoon. Een agenda. En dan heb ik er ook... iPhone, hè, want ik kan al mijn platen, mijn cd's opluisteren. En ja, en dat dan, hè. Maar als ik wakker word, dan speel ik altijd, oefen ik altijd mijn jazz oefeningen zoals. Zijn er dagen dat u niet gespeeld hebt op uw harmonica, of bestaan die dagen niet? Zelf in het ziekenhuis heb ik... Een jaar geleden of zo was ik in een ziekenhuis. Ik had pneumonia of zoiets. Hè. Longontsteking. En ja, ze komen mij... Maar ze wisten niet, maar s'nachts onder de deken. Zodat ik dat niemand je kon horen. Geweldig, geweldig, geweldig. Zeg, wat gaat u... Wat? Fantastisch. Een trombone kan dat niet doen. Zeg, wat gaat u nu doen op de Night of the Proms? Gaat u iets speciaals doen? Nee, niks speciaals. Gewoon toets zijn. Met mijn eigen geluid, natuurlijk. Ik hoop. En de arrangementen, orchestratie worden... Steve Willard, een goede muzikant. Ik heb hem door mijn kippenvel ontmoet. I believe in my... Kippenvel. Hij heeft inderdaad geweldige filmscores ook gemaakt. Hè? Christmas in Paris bijvoorbeeld. Ja, en ook moest gaan spelen van Turks fruit. Hè? Als ik in Holland speel, in mijn concerten, als ik daar niet Turks fruit speel, word ik van het podium gefloten. Hè? En de tune van Baantje, moet je die ook nog spelen? Ja. Dat is het, hè. Dat is het, ja. Geweldig, echt waar, geweldig. Toets, nog één laatste vraagje. Waarom moeten mensen zeker en vast na de Night of the Proms, de 25e editie van de Proms, komen? Ik weet niet. Omdat het... Waarom komen ze naar mij luisteren? Want ik ben al meer dan 50 jaar dat ik speel. Nu een beetje meer bekend door het een en het ander. Ja, ik weet niet. Gewoon om zich te komen amuseren.
Muziek is wat mensen bindt. Ontspanning en oké, dat doe ik graag, een beetje meedoen en dan een beetje weemoed en leven, denk ik. Ik ben geen proms fan, maar ik ben niet alleen een jazzvogel, ook niet. Hè. Ik luister naar bijna op mijn YouTube. Hè. Een iPhone. iPhone. Dan heb je een YouTube, dan kun je alles vinden. Hè. Ja, dus het is, ik ben gelukkig ten eerste dat, en dankbaar dat ik nog leef. En dat de vitamineke, muziekvitamine. En ik heb een fantastische manager, Dirk Gods. En mijn vrouwke natuurlijk. Kortom, genieten. Dagelijks genieten. Carpe diem. Hè? Carpe diem. Ja, carpe diem. Hè. Dat is Latijn, hè? Dat is Latijn, ja. Pluk de dag. Dat is Latijn, hè? Pluk de dag. Toets, dank je wel. Ja, dank je. Laten we even draaien. Ik ga even... Nog een quote voor de Night of the Proms. Geen quote, Toets. Geen quote. Ja, de station komt de Night of the Proms zelf. Wat moet hem zeggen? Ja, ik ben Toets Tielemans en ik ben binnenkort de gast op de 25e editie van de Night of the Proms. Gewoon een stukje spelen. Ah, wel heel goed, super. Moet ik je vasthouden van de microfoon? Nee, het komt zo. Ik doe dat altijd. Dat ik als ik repeteer bijvoorbeeld, krijg ik een telefoontje van een arrangeur of iemand van Hollywood. Can you play this theme? Oké, okay, let me hear it. Oké, okay, perfect. It's your call. Oké, okay. Wat gaan we spelen? Wacht, ik begin. Hier met Toets Tielemans en ik ben heel blij en ik ga mijn best doen om de 25e Night of the Proms concerten. Dank u, veel geluk. We'll be right back.